Goedendag, welkom bij deze voorlichtingsvideo van de opleiding Oriëntatie op de Gezondheidszorg. Mijn naam is Yvonne Soetigheid en ik werk als opleidingsadviseur bij het contractonderwijs van de In Holland Academy. En de In Holland Academy is zeg maar de afdeling binnen de Hogeschool In Holland die zich bezighoudt met allerlei post-HBO trajecten en niet bekostigd onderwijs. Ik ga jullie vertellen over zeg maar de aanleiding voor de opleiding en wat je zo ook kan verwachten tijdens de opleiding. En dat doe ik aan de hand van deze PowerPoint-presentatie. De doelstelling van de opleiding voor jou als deelnemer is dat je met behulp van deze opleiding je kennis en inzicht gaat vergroten met betrekking tot de structuur, de functies en het werken in de gezondheidszorg. Je gaat tevens een goede beginsituatieverkenning doen, waarbij je jouw talenten en jouw vaardigheden goed in kaart gaat brengen, zodat je weet welke van die talenten en je vaardigheden je goed kan inzetten in het werken in de gezondheidszorg. Nou, met behulp van een coach en een werkveldbezoek ga je ook kijken van welk werkveld en welke functie jouw interesse met name gaat hebben. En we gaan dus ook door middel van een werkbezoek jou daarin ondersteunen. Want je moet goed inderdaad weten wat je precies wil in de gezondheidszorg en wat jou motiveert om daarin te werken. Je gaat een goede voorbereiding doen, omdat je dus ook theoretisch het een en ander meer gaat leren over het werken in de gezondheidszorg. De opleiding is bedoeld voor mensen met een MAVO, HAVO, MBO en HBO achtergrond. Maar ook andere mensen die gewoon meer willen weten over de gezondheidszorg zijn uiteraard welkom aan deze opleiding deel te nemen. De opleiding is bedoeld om de instroom van nieuwe, gemotiveerde werknemers in de gezondheidszorg te gaan bevorderen. En die instroom zo succesvol mogelijk te laten zijn. Want het is natuurlijk een hele stap voor jou om in de gezondheidszorg te gaan werken. En dat willen we zo goed mogelijk begeleiden. In de huidige tijd, en dan praat ik over november 2020, is de coronacrisis natuurlijk nog steeds aan de gang. En dat betekent dat heel veel mensen helaas hun baan kwijtraken. En die mensen willen wij graag in de gezondheidszorg verwelkomen. Vandaar dus dat we deze opleiding hebben vormgegeven. Wat zijn de kenmerken nou van deze opleiding? Het is een opleiding die bestaat uit een online programma. Dat betekent dus dat jij vanuit jouw eigen privésituatie de opleiding kunt volgen. Je hoeft dus niet naar een opleidingsinstituut te komen om dit programma te doen. Jij kan ook jouw eigen studietempo bepalen. Jij kan afhankelijk van hoeveel tijd je per week beschikbaar hebt een aantal lessen dus doorlopen in jouw eigen tempo. Je gaat van ons daarvoor materiaal ontvangen, digitaal lesmateriaal, maar ook ga je een leerboek ontvangen. Die krijg je bij inschrijving thuis toegestuurd. Daarnaast is het zo dat wij jou een link geven naar een sterk scan. En in die scan ga jij dus je talenten en je kwaliteiten goed in kaart brengen en je vaardigheden. En die worden letterlijk dus in een poster zeg maar uitgedrukt, zodat je goed visueel kunt maken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor ons als opleider. En je kan het gebruiken naar je toekomstige werkgever toe, om te laten zien wat jij op dit moment al in huis hebt, wat je prima dus kunt inzetten binnen de gezondheidszorg. Je gaat door middel van een loopbaancoach tijdens het traject ontdekken waar jouw affiniteit ligt. Met wat we noemen met welk werkveld je in de gezondheidszorg het liefste zeg maar, zou willen gaan werken. En die loopbaancoach gaat jou dus ook begeleiden door een werkplekoriëntatie te gaan organiseren. En in die werkplek zeg maar, ga jij dus ontdekken van wat het precies inhoudt om daar te werken. En we koppelen je daarin natuurlijk zoveel mogelijk aan ook de functie die je zou willen bekleden.
Want het gaat dus niet alleen maar dat deze opleiding je opleidt voor bijvoorbeeld inderdaad de ouderenzorg, maar dat je kennis maakt met een heel breed scala aan werkvelden in de gezondheidszorg. En ook dat je gaat ontdekken dat daar heel veel functies in zijn die je zou kunnen vervullen. Dus, heel eventjes in het kort gezegd, we hebben dus een lespakket ontwikkeld met allerlei studieactiviteiten. Die ga je dus zelfstandig doornemen. Met behulp van verwerkingsopdrachten ga je zeg maar die theorie ook verder verdiepen. En met jouw loopbaancoach en leercoach ga jij dus kijken waar je het liefst zou willen werken in de gezondheidszorg. Ik noemde het in de vorige slide al, we gaan een heel lesprogramma inderdaad aan jou aanbieden. En het lesprogramma gaat 11 onderwerpen verdiepen. Die onderwerpen zie je hier dus op de slide ook genoemd staan. We gaan met jou bespreken hoe de organisatie van de gezondheidszorg er precies uitziet. Want het gezondheidszorg is een erg breed werkveld. Niet alleen ziekenhuizen, maar ook de thuiszorg, de verpleeghuiszorg, de jeugdgezondheidszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het is een breed scala. En ik moet ook de psychiatrie uiteraard niet vergeten. Het is een breed scala aan werkvelden in de gezondheidszorg. En daar gaan we je graag inderdaad meer over vertellen hoe dat is georganiseerd. In het tweede onderwerp gaan we praten over de visie op gezondheidszorg. Hoe willen wij in Nederland dat de gezondheidszorg eruit ziet? En wat vinden wij belangrijk als het gaat om zelfredzaamheid van mensen? En de visie van de professional, hoe hij of zij moet omgaan met mensen die gebruik moeten maken van de gezondheidszorg. Het derde onderwerp gaat over de financiering van de gezondheidszorg. Want ook dat is natuurlijk, de gezondheidszorg wordt op verschillende manieren gefinancierd. We betalen allemaal als burgers natuurlijk onze eigen zorgverzekering. Maar daarnaast wordt ook door de overheid nog allerlei kosten gefinancierd. Het vierde onderwerp is het onderwerp beroepsethiek. Nou, bij ethiek moet je denken inderdaad aan de normen en waarden die wij belangrijk vinden in de gezondheidszorg. Maar ook van hoe ga je om met wat we noemen ethische dilemma's. Wat goed en wat minder goed zou zijn om te doen in die gezondheidszorg. Het vijfde onderwerp is het onderwerp zorg en technologie. Want ook de technologische ontwikkelingen gaan onwijs hard. En maken wij uiteraard in de gezondheidszorg ook volop gebruik van de zorgtechnologie. Om het werk niet alleen natuurlijk aangenamer te maken. Maar ook dat we minder tijd hoeven te besteden. Ja, en zoveel mogelijk kwaliteit kunnen bieden aan de mensen die gebruik moeten maken van de gezondheidszorg. Nou, ik noemde het net al. We hebben verschillende branches in de zorg. Die ga je nog wat uitgebreider bekijken. Je gaat wat meer weten inderdaad over wat ziekte is. En wat gezondheid betekent. En ook hoe die gekoppeld zijn aan wat we noemen de verschillende ontwikkelingsfasen bij mensen. Dus van inderdaad pasgeborenen tot aan mensen die oud zijn en helaas ook komen te overlijden. Dus ook de verschillende ontwikkelingsfasen ga je ontdekken. Je gaat kijken naar het onderwerp gedrag en gedragsproblemen. En dat is het onderwerp wat zich wat meer richt op de psychiatrie en ook verstandelijk gehandicaptenzorg. En we gaan je verdiepen als het gaat om interculturele zorg. Want je weet, in Nederland wonen wij natuurlijk met heel veel verschillende culturen, heel veel diversiteiten. En we gaan je daar in dit programma dus ook wat meer over vertellen. Nou, ik hoop je enthousiast gemaakt te hebben over deze opleiding. Hier in het kort nog eventjes een aantal zaken rondom de betaling van de opleiding. De kosten bedragen €2.070. Die kosten wordt veelal natuurlijk door jouw oude werkgever betaald. Maar ook jouw nieuwe werkgever kan de opleiding betalen. Het UWV vergoedt onze opleiding. En het kan zijn dat je ervoor kiest dat je zelf de opleiding wil betalen. Dus allerlei punten zijn daarin mogelijk. Nou, wil je inderdaad wat meer weten? Op de website van In Holland Academy vind je uitgebreid deze informatie die ik nu aan je heb verteld nog terug. Je kan ook de brochure downloaden.
En wil je zeg maar, mij gewoon nog wat meer vragen stellen, dan ben je te alle tijden van harte welkom om die aan mij te stellen. Hier eventjes mijn gegevens, mijn 06-nummer, maar ook mijn e-mailadres. Nou, ik hoop je hiermee voldoende voor nu geïnformeerd te hebben. En nou, ik zie je graag in de opleiding terug. Dank je wel voor je aandacht. Dit was Yvonne Zoetigheid.